En buiten daaruit twee renners van Nuland. Dus nog steeds de eerste uitstelmans van mijn Sjimmy Eindhoven. Die het hele zuur op Meverop heeft gereden. Vorige week nog 30 geworden in Noordbergen. En in de verre strijd gereden met de nummer 414 van Lino Vlaanderen. En inmiddels heeft Lino Vlaanderen de eerste plek vastgepakt. Op de derde plaats zien we een rijdertje ook weer naar Lino gedaan. 4-5 man. En voor de laatste plaats in handen van Lien van Bokstel. We zitten bijna alweer op het laatste stuk, zo snel gaan jullie mannen. Nog steeds de koppositie hier, met nummer 414 van de eigen vereniging van Nederland vandaag, Nino van Aarde. En de volgende groep is vertrokken, Rens nummer 2, Eiffel Klassenkamp, Wijnlaag. Daar is even start, Poep van Os, Rens van Kamp, Jan Kruis. Tigo Kustus, Brok de Kistel en Tim Verstappen. We zien hier de volgende tijd gelijk op het eerste stuk. Ik dacht van de rijder Punt van Os, maar we zullen zo meteen even kijken. De koppositie hier in handen. De nummer 1, 471. Hoe kan het? Even kijken, de 467, ja hoor, het is Milan de Haas hier op de eerste plek. De volgende door de 407 van Mick Donnegoed, wieltje les. Dan zien we op de derde plek, Johan Niederlaag, kijk daar eens eerst achteruit. Achteruit gemaakt door Laura Gaassen en ook de rijder uit Berlijke vandaan. En die van Batel op plaats nummer 5. Van de eerste vier rijders van Maas gaan zich doorkwalificeren voor de halve finale. Waar we straks later op deze dag aan toe gaan komen. Eén is van Vos, Milan de Haas. En de tweede plek voor Mick. Volgende race nummer 4, eigen klasse van 6 jaar. Deze groep heeft alleen maar mandjes, dus dat houdt in 3 keer voor de knallen. En dan gaan we de puntje van het aftellen, aftrekken en kijken wie dan de beste resultaten hebben geboekt. Om te kijken wie 1, 2 en 3 gaat worden. Verlopen van kop. Met nummer 18 is het Jamie O'Brink. Dan zien we twee mannen van die net gedaan. De 4,69 en de 4,63. Oftewel de Tieter en Glenn van de Hurk. Naar de voorste man lopen een paar minuutjes weg en 2 en 3 zijn volop in gesprek gevecht. Dan zien we op de vierde plek ook een rijdertje uit Nuland gedaan. Als ik het goed zag, was het de 4,73 van Simon de Wetering. Maar uiteindelijk is het uiteraard de jury die bepaalt wat de volgende race nummer 5. Dat moeten zijn de jongens van 7 jaar en de jongens van 7 jaar hebben ook een finale bemaakt. Eerst 4 rijders gaan we doen, dus gaan we 3 mannetjes rijden, het puntje met elkaar optellen. En dan de beste 4-13 zullen doorgaan naar de volgende lift. Die zien we dan hier aan kop, de 4-68, dan zien we de 4-57. Ofwel Max van Dinder en Justin Pepper. Die liggen geloof ik op plek 1 en 2. Dan zien we de rijder van Berlijking vandaan. Dat moet zijn Tim Goossens op een makkelijke derde plaats. Dan zien we op 4. Een rijder met nummer 115 hier voor rechter, met die kei van de buitenkant van aanval van de rijder van Amelzoon vandaan. Dat moet zijn Kas van Rangelrooy. Gaat hij op de Kas gaat aanval, je zit er zilveren trap hierbij. Wordt het Tim van Kas, het lijkt op voor rechter op plaats 4. Volgende rit, ook jongens van 7 jaar. Ze zijn met z'n zessen, eerste 4 gaan door, dus er gaan er 2 afvallen. Die zien dan nog een rijder daar. Dit is de rijder uit Tiel vandaan, Levi van Hofkeuren. Levi van Hofkeuren hierop, dit is de plek. Gevolgd door Kevin Dorgoed. Dan zien we een gaatje en dan zien we de volgende rijder, 3-9-4, Felix Etten. Dan krijgen we aan de binnenkant een aanval te verduren van een rijder uit Nederland. En die is er nu voorbij. Even kijken, die twee zitten heel dicht bij elkaar. Op 1 zien we trouwens en 2 zien we ook een startje weg. Wie wordt het? Levi laat zich aan de binnenkant wegzetten. Dan is het de rijder dus Kevin Dorgoed op de eerste plaats. Race nummer 7, eigen klasse 8 jaar. Hier hebben we ook een halve finale. Het is vandaag lekker druk. We hebben 18 als het team voor de rem 150 in de strijd. Een mooi aantal voor de rem. Daarin Verstappen, Chris Verstappen, Tim van Doorn, de Wester van Holland, Michael Ellen, Jokke van Alebeek en Rick van der Aar.
Ze gaan daar met z'n zessen vol vingers te in en we zitten weer twee van die dat rijden. Dus dat hoop ik dat Lijntje op en Chris Verstappen samen de plekken 1 en 2 gaan uitmaken. Op 3 zien we daar de rijder uit andere zorgen naar de rest van Holland. En 4 en 5, de zenderhokken van de rijders uit Birken, en die samen uit kan vechten. Wie die vierde plek gaat pakken, dus dan wordt het Jochem van de Haan. 1 en 2 lijkt duidelijk, 3 lijkt duidelijk, 4 en 5, daar is toch een strijd aan de gang. En dan gaan we buitenkant moede stuk genomen van Rick van der Haan. Rick van der Haan met de vierde plaats aan de hokken. Race nummer 9, eigen klas. Eigen klas ook 8 jaar, dus deze mensen hebben een hoop finale. Ja, dan zijn de start. Stijnvel, Las van Aten, Las van Keulen, Antoine Blankers, Middelboort en Harm Snoelens. Die zit hier allemaal op kop. De laatste noemde, Harm Snoelens, die zit hier aan de leiding. De volgende weer 7.54 van Antoine Blankers. En de derde plaats is in handen van de derde en nu net vandaan, Las van de Aten. Van 9 jaar, race nummer 10 zit er alweer. We hebben vandaag 47 manches. Zorg dat je op de tijd aanwezig bent zometeen, dat we niet hoeven te wachten. Race nummer 10 dus, eigen klasse 9 jaar voor. Hier, even kijken, met 4.28 is het Teun Kievit. Teun Kievit hier op de lijn. Dan zie ik op de tweede plek de rijden met Kelder Balsingenaar. Dat moet vast wel Corné Hoogakker zijn. Zullen we zien aan het steltje, is het Corné? Dan zie ik op de derde plaats, rijden we in Nederland weer voorbij komen. Dat zal moeten zijn, Björn. En die zit wat weer op de voet gevolgd door de 736 van Jasper Kaasjager. Rit nummer 11 met Jordi Fazer, Lentjes, Steven, Roy van Noren, Martijn van Rechteren en Ruben van Ekeren. Nou, ik zag er een hele goede start. Het loopt te zijn van Len van Steger. En nu wat vandaag, Len van Steger. Gaan we door met de meisjes van 8 en 9 jaar, Brinkie Mats. Isa van Deventer, Sander Bos en Evelien Winters. Gelukkig zien we de laatste tijd weer wat meer meiden op de regio wedstrijden komen. En er is ook een klassieke regio om die wel met elkaar uit te maken. Sander Bos. Eigen klasse van 10 jaar, is de nummer 13, Jonathan Achtman. En hebben ook alleen meisjes gemaakt. Dus die mensen achtergrond maken, die op 1, 2 en 3 gaan doden. We zien er op 4. Eigen klasse 11 jaar. Finale, Wijkman aan start met Kevin Slotto, Kevin Boerema, Kevin van Dakker, Jason Will en Tom Smits. We zijn de eerste kop in gegaan en de top. Oké, volgende win, eigen klasse 11 jaar. De beste vier van deze groep gaan we zo meteen samen rijden met die andere vier. En die zien we daar, zo zien ze het in Eindhoven. En de eerste prijs. En de woorden van onze vaste spiek, Miriam. Ja, wel bedankt, hè. We zijn inmiddels bij race 16 beland. Op de veld, dan hebben we een eigen klasse 10 en 12 jaar in de meisje. De leiding hebben we dan uit Keltenmaas, we staan in de 399. Michel de Pont, zij wordt gevolgd door de dame uit Amazon, dat moet zijn Anja Jacobs. En dan moet ik voor de paar dames even kijken. Michel de Pont neemt een kleine voorsprong op Anja Jacobs, maar de nummers 3, 5 strijden om die derde plek op het podium straks. Dit zijn ook alleen mandjes. En vooralsnog valt niemand aan te prijzen. De jongens in de leeftijdsklasse van 12 jaar hebben we de mannen Niels Verstappen, Dylan Sommers, Kevin van Uden en Romano Brok op zijn eigen thuisbaan op en neer fietsen. Kevin van Uden aan de lijn en dan is het de man uit Tiel met staat nummer 142 Dylan Sommers verzocht. Tweede positie op dit moment. Romano Brok gaat poging doen om die plek af te nemen. Maar het kan zich moeilijk kan doen. Wordt het gepareerd. Kevin van Uden aan de lijn. Eigen klasse 13 jaar, Jonathan Moor. Race 19, eigen klasse 13 jaar, Bartel Olympus, Frank Rolfi, Tantra, Gwende.
De dames van 12 en 13 jaar, niet te laat denk ik, nee deze. Ik heb nog wel mee één staan, want kijk deze jongen is wel voor zo'n goede sterren van de kant en zelf voor de groep mee. Als je daar op dit moment een uitspraak op kunnen maken. Race 21, één klasse, 14 jaar en ouder. Sterren van mij, niet meer rijden zien. Dan wordt de rij gesloten door Jari de Haas, Puk van Os en Jurre van der Haten. Nog steeds aan de leiding gaat de Jijk nu even langs ademen voor de jury. Even kijken, 7 rijders in de superklasse, 6 en 7 jaar. Felix Otter, Sips Kerstin, Tim van Doorn, Demio, Bertrink, Don van Bokstel, Luc Knorris en Rick van der A. Aan de leiding gaat de man uit Tiel. Jamie Brink, hij wordt gevolgd door Rick van der A, die op zijn beurt weer de stap 349 Felix Otten op zijn wielen weet. Dan een heel klein gaatje voor de mannen en hebben gedaan door Sibbe Kersen, die zomaar van de laatste positie twee mannen in kan halen. Sien van der Weber, Tijmen van Hulland, Antoine Blankers, Justin Takter, Mike Drent, Max van Dinter en Jochen van Aalebeek gaan strijden om een plek in de halve finale. In het Nationaal Tricolier Max van Dinter aan de leiding, 457, Justin Takter zit daar heel dichtbij. De 745 Antoine Blankers op dit moment nog op een mooie derde plek. Maar die heeft twee rijders in zijn kielzog die gaan proberen om daarbij te komen. Op dit moment zijn de nummers 1, 2, 3, 4 die de boot net mist. Stop!
Steinpeil, Stefano, Kas van Ouwe, Roer, Glenn van der Hurk, Tigo de Vaal en Kevin Dulver zijn de jongens van 6 en 7 jaar die deze toekomst strijden om een plek in de halve finale. De eerste vier rijders gaan het halen. Als hij vandaag zo blijft fietsen, dan zal Kevin Dollevoet daar zeker bij horen. En hier hebben we nummers 2, 3 en 4. De nummer 302.